Ede is een dynamische en groeiende gemeente. Het is hier volgens de meeste inwoners prettig wonen. Maar natuurlijk zijn er verschillen tussen mensen en tussen wijken. In Ede hebben we ook te maken met maatschappelijke uitdagingen. Ondanks het groeiend aantal woningen is er in Ede een oplopend tekort aan geschikte woonruimte. En een toenemende behoefte aan passende woonvormen voor onder andere ouderen. Het aantal inwoners dat gebruik maakt van een WMO-voorziening neemt al jaren toe. Ook krijgen jongeren steeds vaker jeugdhulp, hoewel deze groep in verhouding kleiner is dan in Nederland en Gelderland. Op straat wordt het veiliger. Maar we lopen online steeds meer risico. En hoe staat het met de economie? Die groeit. Dat is bijvoorbeeld te zien aan het aantal banen en het gemiddelde inkomen in de gemeente. Het aantal boerenbedrijven is gedaald. Dit is met de stikstofuitstoot nog niet gelukt. De CO2-uitstoot in Ede is wel verminderd, met 12%. Toch is het onduidelijk of we hiermee genoeg bijdragen aan het behalen van de Europese klimaatdoelstelling. Zoals deze cijfers laten zien, is onze gemeente volop in beweging. Wil je meer weten over de staat van Ede? Kijk dan op ede.incijfers.nl.